Rijn is een woningbouwlocatie waar we binnenkort meer dan 100 woningen gaan bouwen. De locatie is heel bijzonder vanwege de nabijheid van de Oude Rijn. Wij hebben ervoor gekozen een wijk te maken met een hele sterke eigen identiteit. Een soort rijkdom in de architectuur met veel details zoals dat heet. Dus mooie dakgrootte, mooie erkers, mooie dakkapellen. Frisse kleuren in de stenen. Dus daar komen ook woningen te staan die nog nooit ergens zijn gebouwd. We hebben ze echt puur voor deze locatie ontwikkeld. Unieke woningen in allerlei opzichten. Natuurlijk zijn de woningen duurzaam conform de huidige wet en regelgeving. Dat betekent dat wij in dit plan bodemwarmte opwekken, dat wij een ventilatiesysteem toepassen met warmteterugwinning en dat wij PV-panelen toepassen op de daken. We hebben ook heel goed gekeken naar hoe we de aansluiting kunnen maken met het oude buurtschapje Groenendijk. We maken dus een grote groene zone in het gebied die niet alleen voor de nieuwe bewoners van belang is, maar ook voor bestaande bewoners. Dus we proberen een hele hoge woonkwaliteit in dit gebied te krijgen. Heel veel mensen laten we aan het water wonen. We hebben ook heel veel openbaar gebied, zoals dat heet. Dus wandelroutes langs het water liggen. En we maken een jachthaventje midden in het gebied. Waar bootjes komen te liggen, waar mensen aan wonen. Waar je kan vertoeven, een klein pleintje, een bruggetje. Het water speelt een grote rol in het hele plan. Ja, Nieuw-Rijn is een hele goede locatie om te wonen. Dicht bij de voorzieningen in Leiden en in Alphen aan den Rijn. Heel veel water, heel veel ruimte, grote woningen. Ik denk dat het een prachtige plek wordt.